Goedemiddag. Wij gaan straks naar IJsland vliegen. En daarom, omdat we zo meteen weggaan, gaan we eerst nog even een zak vol met groenten en fruit en zo naar de buren brengen. Want die kunnen wij natuurlijk dan niet thuis houden, dan gaat het allemaal rot. En we gaan ook wandelen om Pokémon te vinden. Want dat is onze nieuwe obsessie. Want dat is gewoon cool, oké? Dus dat doen we eerst. En over anderhalf uur gaan we naar Schiphol. Yeah. We zijn op Schiphol. We hebben onze bagage ingecheckt. Of nee, hoor je dat? We hebben ingecheckt en onze bagage is nu weg. En we zitten nu te wachten hier onder een mooi boompje. En mijn moeder is IJslandse kronen aan het halen. En daar stilt iemand wat. Nee. Dus we gaan zo meteen naar de gate. Hey. Dat was de update. Ja. Nu even een flesje vullen, want we moeten straks nog een half uur rijden. Eerste huis. En daar is onze huge ass auto. Slaap lekker. Goedemorgen vanuit IJsland. We gaan vandaag iets superleuks doen. We gaan naar de Blue Lagoon. En dat is echt nummer 1, denk ik wel, toeristenattractie. Dus we dachten meteen de eerste dag, dan heb ik dat uit te leggen. Nee, ik heb er wel echt heel veel zin in. En ik en mijn moeder gaan ook een massage doen. Dus dat is al helemaal fijn. En we moeten om 11 uur hier uitchecken. Het is nu 11:15. Hoe kan dat? Of is mijn laptop nog niet bijgesteld? Oh, het is 9:15. Phew. En ik heb een mooi matje hier. Ja, anyways, ik ga zo even ontbijten en gaan naar Blue Lagoon Key. Wij doen even een rondje lopen. Oh, je ziet al, ik heb mijn bikini al aan voor straks. En daarna gaan we echt met de grote auto naar de Blue Lagoon. Gewoon in een woonwijk, casual, rots. Ze hebben een kabelbaan. Ik wil ook op de kabelbaan. Totempalen en zo. Zelfs de bloemenbakken, kijk. Dat is toch cool? Daar ga ik.
hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Maar dan net niet. Oh, die bergen erachter. Oh, dit is een speciaal huisje. Hier, de Flagpole House. Wat is dat? The oldest house records in Grindavik. We hebben een supermarkt gevonden. Leukste activiteit als je naar een ander land gaat. Dit is zo cool. Ik kan niet wachten om hier in te gaan. Het is echt zo mooi en het waait heel koud, maar het water is zo lekker warm en helemaal ontspannend. Het is toch minder druk dan ik had verwacht. Wij willen die. Ziet er al mooi uit. Zijn mijn poren hier al verkleind. Nou, een kwartiertje later. Volgens mij is hij behoorlijk opgedroogd nu. Oké, ik ga hem weer afspoelen. Ik wil dit helemaal onder water. Van een masker dragen zit altijd mijn minst favoriete onderdeel, het eraf wassen. Oké, daar gaat. Ja, dit is het. Is het zachter? Beetje misschien, ik weet het niet. Ik ging net even het water uit en ik zag gewoon zout zitten op mijn huid. Dus het is wel gewoon zoals de zee. En mijn huid voelt ook droog. Maar straks is gewoon even lekker wat body butter overal in 10 centimeter dikke laag doen. Dan zal het vast ook wel weer oké zijn. Ja. Lekker schoon water. Zoeken hebben we dan toch gevonden onze tweede locatie. En kijk hoe cool dit is. Een paar huisjes en verder gewoon bergen en niks. En dit is ons appartement. Of huis bedoel ik. Al mijn enthousiasme had ik gewoon niet gezien dat er ook nog een bovengedeelte is. Met nog meer bedden. En hetzelfde prachtige uitzicht.